Wout, Kevin is er niet bij, Romelu is er niet bij. Voelt jij nu nog meer de nood om in de kleedkamer die leidersrol op u te nemen? Ja, ik krijg wel veel verantwoordelijkheid van de coach ook. Maar ik denk dat het ook wel iets is dat sowieso in mijn spel zit. Dus of Kevin en Romelu er nu bij zijn, het is waar, dan hebben we veel meer ervaring. Die stuwen de ploeg ook vooruit, alleen met hun kwaliteit al. Maar ik denk inderdaad, de coach kijkt nu naar andere jongens en ik ben er daar één van. Bij Frankrijk is er ook iemand niet bij, Kylian Mbappé. Slaat je nu beter? Er is genoeg kwaliteit. Dus het is waar, hij is een van de betere spelers in de wereld. Dus dat kan altijd een voordeel zijn, maar ze hebben zoveel kwaliteit. Ik denk dat die jongens vier selecties kunnen maken van spelers die in de beste ploeg ter wereld spelen. Dus er zal genoeg kwaliteit zijn. Het werd er juist al gezegd, het is lang geleden dat we hebben gewonnen van Frankrijk. Is er iets dat ook leeft binnen de groep? Toch wel. Het is altijd een speciale wedstrijd tegen Frankrijk. Dus ik denk dat dat voor ons alleen maar extra motivatie moet zijn om het morgen goed te doen in een vol stadion. Dankjewel, Janko. Volgende vraag voor Wout Vaas. Yves Tijdeman. En dan Niels daarna. Ja, Wout, Kolomouani heb je ook al een paar keer ontmoet. Met Reims tegen Lens, denk ik, heeft hij nooit gescoord. De laatste keer wel. Hoe anders is het spel tegen hem dan tegen Mbappé bijvoorbeeld? Ja, ik vind dat die nog vrij gelijkaardig zijn, want dat zijn twee heel snelle spelers. Maar bijvoorbeeld een Thuram, dat is een ander type spits, die komt meer in de bal. Dat is iets meer dat fysieke spel, maar ze kunnen ook samenspelen. Dus ik denk dat het gewoon afwachten is voor ons om te zien welke opstelling ze gebruiken. En dan zullen wij de beelden wel krijgen. Is jouw rol veranderd sinds Jan Vertonghen er niet meer bij is? Meer verantwoordelijkheid, meer leider? Misschien naar de buitenwereld wel, maar ja, Jan, 100, wat is het, 160 caps, denk ik. 57, onder ja, 57. Ja, 57, dus dat spreekt voor zich. Maar het is niet dat ik meer of minder praat nu dat Jan er niet bij is. Ik denk dat dat altijd iets is, zoals ik zei, dat erin zit. En dat zal niet veranderen omdat ik naast Jan of naast Zeno of Arthur of weet ik veel wie speel. Ja. Nog eentje, veel spelers klagen over het te drukke programma. Jij speelt alles, nationale ploeg. Oké, je hebt geen Europees voetbal met Leicester. Maar toch, hoe doe je dat om altijd fit te zijn? En, ja. Zoals je zelf zegt, ik heb die Europese competitie niet, dus dat is al iets dat wegvalt bij mij. Maar ik heb in heel mijn carrière, denk ik, altijd alles gespeeld. Dus dat is iets wat aan mijn lichaam ook gewend is. Ik denk dat het ook een beetje genetisch bepaald wordt. Maar verder moet je gewoon zien dat je voor jezelf weet dat je lichaam kent en je rust neemt. En blijft de speler die het meest speelt onder Tedesco, hè? De klassement, bekijk je dat soms? Of? Nee, ik ga niet kijken naar anderen. Ik focus mij gewoon op mezelf. En ik ben blij dat ik alles speel. En het vertrouwen dat de coach in mij heeft, probeert terug te betalen. Oké, okay. Niels Pasunier, DPG. Wout, we zijn bezig over de match in Frankrijk en de match Italië. Twee keer valt het woord compact. Hè? Na die eerste 25 minuten in Frankrijk niet meer compact. Die eerste 40 in Italië ook niet compact. Leg dat eens uit hoe dat komt, dat jullie daar niet compact blijven. Ja, dat is iets waar we zelf ook over spreken natuurlijk. Ik denk om nu een voorbeeld te nemen, Italië. Wij hadden afgesproken om inderdaad iets compacter te starten en niet per se zo hoog druk te gaan zetten. Want ik denk dat Italië verwachtte dat we agressief gingen komen en ons man op man verdedigen zouden doen. We hadden een andere aanpak en dan is dat een beetje frustrerend om te zien dat je zo die goal tegenkrijgt. Waar dat je eigenlijk wel hoog druk gaat zetten en dan het verband wordt gespeeld. Moet je dan... om nu een voorbeeld te nemen, uw spits alleen laten gaan drukken, ja, dat is ook een beslissing die je dan moet nemen op het veld. Want er wordt gesproken over coaching, ook onder elkaar. Maar ik denk dat dat moeilijk is om een speler terug te roepen als hij al zijn drukzet heeft aangezet. Dus dan gaat je als ploeg proberen te compenseren door natuurlijk mee te volgen. Ik denk dat zij het ook goed uitspelen. Ik denk dat je dat ook moet kunnen zeggen. En ja, het is waar dat we niet hebben uitgevoerd wat de coach gevraagd had op die moment. Maar ik denk dat op een veld als speler, en dat apprecieert hij ook, neemt hij nog altijd dezelfde verantwoordelijkheid. En deze keer heeft dat niet gewerkt en heeft hij aangepast na een half uur en dan was dat wel beter. Oké, die rode kaart speelt natuurlijk wel mee, maar die komt ook door het druk zetten dat we doen. Maar je hebt bij tegendoelpunten toch een paar minuten tijd om onder de spelers zelf te zeggen, jongens, dit lukt hier zo niet, hier moeten we slimmer zijn. Zowel in Frankrijk als in Italië, daar kan je toch zelf corrigeren, of niet? Na de tegengoal bedoelde. Ja, de 2-0 valt in minuut 24, denk ik, of zo. Of klopt. Nee, nog vroeger zelfs. Maar ik denk dat we dan ook gezegd hebben van, we gaan het anders doen. En ik denk dat er ook aangepast werd na die tweede goal, met te zeggen van, oké, Jeremy gaat iets hoger en we gaan het toch op die manier doen.
kijk, dat is voetbal. Hè. Je speelt ook tegen goede spelers die dat ook de kwaliteit hebben om een ploeg uit verband te spelen. En zoals ik zei, gelukkig hebben we die wedstrijd nog kunnen redden, mede door die rode kaart. Maar ik denk dat we in de tweede helft ook wel een positieve reactie hebben getoond en dat we er wel voor zijn verblijven gaan. Want ik denk dat het makkelijk is als je daar gaat en je staat 2-0 achter na 24 minuten om de koppen naar beneden te laten gaan en te denken van oei, dat wordt hier een drama en dat hebben we toch vermeden. Nog eentje, ja. Was je verrast dat je aan de tweede zone altijd werd vrijgelaten of je jezelf kon blijven vrijlopen? Zo vrij wel, ja. Maar dat is ook weer complimenten naar de staf. Hè. Want daar wordt veel naar gekeken en daar wordt ook veel op getraind. Dus dat is heel leuk dat daar dan iets uit gecreëerd wordt.